Personeelsleden van de Esther Stichting willen de rust doen wederkeren binnen de instantie. Ze vinden namelijk dat het imago van de instelling ernstig wordt geschaad door een deel van de werkers. De werknemers van de organisatie hebben daarom een spoedvergadering gehouden met de directie en het bondsbestuur. De aanleiding van de onrust is een voorval op 27 juni. Op die dag is de poort van de Esther Stichting gesloten gehouden door 2 verzorgsters en 5 cliënten. Naar onze nieuwsdienst verneemt is de reden van de actie dat een deel van de werknemers zich niet kan terugvinden in het beleid van de stichting. Tijdens een spoedvergadering werd door verschillende sprekers benadrukt dat dit voorval zich nooit meer mag herhalen. Middels een motie heeft het personeel gevraagd om gepaste maatregelen te treffen tegen werknemers die de orde verstoren binnen de instelling. Volgens waarnemend directeur Lief Dasomo heerst er ontevredenheid over het beleid dat zij voert. U moet weten dat deze instelling 2,5 jaar geen directeur had. En ja, directeur die de leiding gaf. En ik ben al een jaar hier en natuurlijk houdt transformatie in op elk gebied. Alles was aan het vervallen, gebouw, terrein, ook. En de belangrijkste, denk ik, was regels. Regels. En als je als directeur ergens aankomt, ga je eerst moeten structureren. En natuurlijk zijn er voor ons als ambtenaren simpele personeelsregels waaraan wij ons moeten houden. En ik zie erop toe dat men zich houdt aan regels. Bondsvoorzitter Merwin Leeflang is verrast met de ingediende motie. Hij riep het personeel op om de eenheid te bewaren binnen de instelling. Als wij die eenheid onderling hadden, hoefde dit niet. Maar dit geeft weer aan hoe Rokomang verdeeld zijn, hoe Rokomang zichzelf verdelen. In die zin, zij verdelen zichzelf. Terwijl het om hun positie gaat. Dat was Merwin Leeflang, voorzitter van de bond bij de Esther Stichting. Het personeel van deze instelling heeft vandaag tijdens een spoedvergadering gevraagd om de rust binnen de stichting te bewaren.